like a Hellcat. Hallo iedereen, super tof dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video. Het is vandaag zaterdag 6 februari, heb ik dat goed? Ja, het is alweer 6 februari. En dat betekent dus een nieuwe video. Ik had weer zin om een video te maken. Nou, vandaag een keer een andere video, een beetje shoplog video plus vlog. En het is al middag, het is net 12 uur geweest, precies 12 uur geweest, jongens en meisjes. En dat betekent dus dat het middag is, om 12 uur precies is dat middag. Maar ik heb dus een shoplog video, dat laat ik straks even zien. Shoplog, ja, dat laat ik zo meteen even zien. Maar ik ga eerst even de hond uitlaten, want die doe ik 's middags ook altijd. Ik ga lekker even een lekkere, lange uitlaat doen, want het gaat straks sneeuwen. Het gaat echt super hard sneeuwen. Er komt een sneeuwstorm, dus dan ga ik even altijd de hond uitlaten. Je weet maar nooit wat er allemaal gaat gebeuren. De mensen zijn helemaal, ja. Er komt een dikke pak sneeuw en wat gladheid verwacht, dit en dat. Maar ja, wel weer positief, want ze hebben niet alleen maar over corona. Nou gaat. Want de laatste tijd hoor je alleen maar corona dit, corona dat, corona dit, corona dat. En daar word ik soms wel een beetje gek van. Maar ja, iedereen leeft in deze tijd, dus ja, logisch. Ik ben echt super moe. Ik wou vanochtend uitslapen, maar dat lukte niet. Heb ik meestal altijd zaterdags, als ik door de week bijvoorbeeld om ja, 7:15 eruit moet. En in het weekend ben je dat ritme eenmaal gewend. Je lichaam is dat ritme gewend, zeg maar, dat je er op tijd uit moet en zo. En dan wil je lekker in het weekend uitslapen en dan lukt dat niet. Maar ja, morgen was het denk ik wel 10:00 dat ik wakker word, of 9:00. Want meestal heb ik het altijd op zaterdag en niet op zondag. Want op zaterdag moet mijn lichaam er nog aan wennen of zo, dat ik weekend heb. Weekend. Maar nu ga ik even de hondje uitlaten en dan zie ik jullie zometeen weer. En dan laat ik jullie zien wat ik allemaal heb gekocht bij de Ethos. Bij die grenzen, bij de kruidvat. Het was echt mega druk. Ik ga alleen maar naar de winkel als ik dingen nodig heb. Anders ga ik echt niet drukte vermijden. En dan ga ik echt niet naar de winkel. Vooral in deze tijd is het wel heel erg lastig om naar de winkels te gaan. Nou, de kledingwinkels zijn gelukkig dicht. Eigenlijk aan de andere kant wel weer goed, aan de andere kant ook weer niet goed. Want online bestellen vind ik niet echt handig, want ja, soms weet je niet welke maat je nodig hebt en met schoenen moet je eerst goed passen en inlopen, dat soort dingen, als het goed zit en zo, weet je wel. Dus ja, bla bla bla. Dus ik ga liever naar de winkel als ik echt wat nodig heb dan ja, elke weekend of zo naar de winkels toe. Maar ja, ik zie jullie zo meteen, dat is zo meteen. Oké, dit zijn ze. Zo. Jongens en meisjes, daar ben ik weer. Nou, ik ben net weg van de hond en laatste. Het is echt super koud buiten. Dat heb ik toen net ook al verteld. Deze jas had ik aan. Die doe ik normaal altijd alleen maar aan als het heel koud is. Echt super vriespunt weer is. Anders doe ik hem niet aan, anders heb ik het veel te warm. Want deze is echt super dik. Tijgerprintjas. En hij is echt super lang. En lekker warm natuurlijk. Wat ik al zei. En ik ben buiten adem, want ik kom net de trap oplopen. En het is inmiddels alweer 12:30, 12:45. Ja. 12:45. Maar ik laat jullie even zien wat ik allemaal heb gekocht bij de Ethos. Ben ik geweest. Bij de die grenzen zei ik dat. Ja, toen straks zei ik dat allemaal. En bij de kruidvat. Verder ben ik nergens geweest. Ik laat jullie eerst zien wat ik bij de kruidvat heb gehaald.
Nou, bij de kruidvat heb ik zilver shampoo gehaald. Want die vind ik altijd wel fijn van het kruidvatmerk. Want waarom heb ik zilver shampoo nodig? Omdat ik mijn haar licht wil houden, zeg maar licht blond wil houden. Deze moet je altijd 5 minuten laten intrekken. En dan pas laten uitspoelen. En daar heb ik nog één van gekocht. Want deze was 1 plus 1 gratis. Stond niet op het bonnetje, maar hij was wel 1 plus 1 gratis. Kruidvat vind ik best wel een fijne winkel. Omdat ze best wel veel aanbiedingen altijd hebben. En ja, leuke aanbiedingen. En echte aanbiedingen, zeg maar. Heb ik dat goed? Ja, dat zeg ik goed, ja. En weet je wat voor aanbiedingen ze ook altijd hebben? Van die deo aanbiedingen. Deze had ik al. Maar deze is heel vaak in de aanbieding. Van de Rexona. Die heb je ook voor mannen en voor vrouwen. En deze heb je in het blauw, in het roze, in het rood, in het oranje. Allerlei kleuren. Dus ook in het groen. Deze is nieuw. Dat is van die deo van mensen die echt heel erg hard zweten en die snel naar zweet ruiken. En door deze deo ruik je niet meer naar zweet. Maar dan moet je echt goed wassen onder je oksels en dan moet je deze opdoen. En hier komt van dat crème uit, zeg maar. Als je eraan draait komt er van die crème uit en dan moet je dat onder je oksels doen. Dus deze is ook heel vaak 2 plus 2 gratis of 2 plus ja, 3 voor 10 euro. Laatst had ik een aanbieding 3 voor 10 euro. Dus dat vind ik ook wel een redelijk goede aanbieding. Zeg ik wefket. Maar deze heb ik nog nooit gehad van de kruidvat. Ik heb wel zo'n andere tube gehad van de kruidvatmerk. Maar deze is wel een nieuwe variant. Dus ik ben er wel benieuwd naar, want ik vind die kruidvatmerken altijd wel goed. Dus ja, deze kostte per stuk 2,50. Valt ook nog wel mee. En als je de 1 gratis krijgt, dat is nog heel mooi meegenomen. 1 plus 1 gratis. Dus ja, ik ben er blij mee. Ik laat hem nog even een beetje zien. Dus deze heb ik gekocht. Bij de kruisvat. En ik heb nog remover gehaald. Een nagellak remover had ik nodig. Ook van het kruisvatmerk. Want je kan wel een dure merk halen. Maar ja, nagellak is nagellak remover. Maar als je bijvoorbeeld gel nagels hebt. Dan snap ik dat je een andere nagellak remover nodig hebt. Maar ik doe mijn nagels zelf lakken. Dus ja. Vooral met mijn werk. Ik werk in de supermarkt. Dus als je doosjes vastmaakt en dingen doet en zo, gaat het snel af als je gel nagels doet. Want dat vind ik gewoon zonde om gel nagels te laten doen. Omdat het er toch afgaat. Dus dan ga ik liever zelf mijn nagels doen. Dat wou ik zeggen. Ik kom soms echt niet uit mijn woorden. Echt super donker. Ik ben soms echt chaotisch. Maar deze heb ik dus gehaald en deze die kost 1,50 euro. Een koekje. Kruidvatmerk is helemaal niet duur. En ik heb nog mijn trucdoekjes gehaald. Oh, laat het wel vallen. Voor 69 cent maar per stuk. Ik ben benieuwd als ik wel tegen deze make-up doekjes kan. Want ik kan alleen tegen die make-up doekjes van de Action. Maar de Action is dicht. Dus ja, ik ben benieuwd. Want ik heb 1 keer van kruidvatmerk make-up doekjes gehad. En daar kan ik niet tegen. Gaat het prikken in mijn ogen. En ja, dan wordt mijn oog helemaal rood. Zeg maar een beetje uitslag of zo. Dus daar kan ik niet tegen. Maar deze is niet van de kruidvatmerk. Deze is van de Sensor. Dus hier zitten 25 doekjes in. En ik heb er 2 gehaald, dus ik had mooi mee verder. En bij mijn moeder hoef ik nooit make-up doekjes te halen, want mijn moeder en ik doen samen. Dus doen we ons de beurt, zeg maar, kopen. Ene keer koop zij de make-up doekjes of shampoo of wat dan ook. En de andere keer koop ik het. Maar we doen het toch samen mee, dus het is net zo goed, zo handig, net zo handig.
Dus die heb ik opgehaald. En wat heb ik nog meer bij de kruidvat gehaald? Oh ja, ik heb bij de kruidvat ook nog lekkere bolletje koekjes gehaald voor het werk. Want voor het werk ben ik niet echt van brood. Ik eet niet elke dag brood, alleen maar brood. Ik doe een beetje variatie qua eten. Ene keer neem ik een banaan mee met een koekje en dan een boterham. Andere keer neem ik yoghurt mee en dan neem ik een muslireepje of zo mee. Maar ik vind die bolletje koekjes altijd heel erg lekker van de bolletje. Ja, bolletje koekjes en zo. Maar deze vind ik het lekkerst. Goed bezig koekjes. Want die heb je ook in honingsmaak en andere smaken. Welke heb je nog meer? Ik weet het zo even niet meer. Maar deze heb ik nou meegenomen. Deze heb ik nog nooit gehad. Dit is met cranberry nog wat. En die vind ik heel erg lekker. Oh ja, je hebt ook een bijt granen. Je hebt honing met honing. En je hebt hazelnoot of zo. Maar deze vind ik heel erg... Ja, deze ga ik gewoon proberen. Ga ik gewoon proberen, jongens. Dus die heb ik gehaald voor 1 euro. Ik wou de S 2 meenemen, maar ik dacht, ik neem de S maar 1 mee. Ik kan er altijd nog 1 bij halen of zo. En dan heb ik voor een paar maanden heb ik genoeg make-up doekjes, genoeg nagellak remover en zo. Ik kom niet meer naar de winkel. Want wat ik al zei, toen straks, ik vind het niet fijn om te gaan winkelen of dingen te gaan halen. Met drukte en zo. Ik heb ook zelf autisme trouwens. De lichte vorm van autisme. Dus ik kan daar ook niet heel erg goed tegen die drukte en zo. En nou met corona is het ook best wel lastig. Loopt bijvoorbeeld mensen in het gangpad en dan wil je er langs, maar dan kan je er niet langs. Dan moet je wachten, zeg maar. En dan staan andere mensen ook in het gangpad. Sta je met heel veel mensen in het gangpad. En dan moet je heel lang wachten. En zo, dus sommige dingen irriteert me dan wel aan. Maar ja, ik ga alleen naar de winkel als ik dingen nodig heb. Wat was hij? Maar deze, die kostte dus 1 euro. En dan heb ik ook nog voor mijn neefje wat gehaald voor de verjaardag. Want die wordt 26. Sorry, hij gaat al af. Maar wat ik wil zeggen, mijn neefje, die wordt 26 februari, horen jullie mij. De wasmachine staat trouwens ook aan op de achtergrond. Dus die horen jullie ook. Ja, dat heet gaan. Ik hoop dat jullie me goed kunnen horen. Maar mijn neefje, die wordt 26 februari, wordt hij 2. En hij houdt heel erg van auto's en zo. En ja, van Lego Duplo. En van deze soort auto's houdt hij ook heel erg van Toot Toot auto's. Dat is zo'n merk waar kleine kinderen heel erg van houden. 1 tot 5 jaar. En deze die kost 7 euro. Deze politieautootje vond ik heel erg leuk. Hij heeft ook al een vliegtuig en een andere auto van Toot Toot. En je hebt van Toot Toot heb je ook nog zo'n... zeg maar zo'n baan, zo'n treinbaan of zo, zo'n autobaan. Niet treinbaan, autobaan bedoel ik. Daar heb je die ook van. En ja, het is gewoon heel erg leuk. En het maakt geluiden, dus dat is helemaal mooi. Helemaal leuk. En ik weet niet hoe ik hem nou uit moet zetten, anders gaat hij de hele tijd af. Nou, deze die kost maar 7 euro. Ja, het ook in een, ja, wat mijn neefje al heeft. Een vliegtuig, een gewone auto, een vrachtauto, een brandweerauto, noem het maar af. Heel veel van deze heb je. Dus die heb ik ook gehaald. En nu gaan we naar de... Oh nee, ik heb ook nog een chocoladereep gehaald. Maar die heb ik beneden liggen, maar die heb ik al eerder gehad. Dus die laat ik nog even zien. Papiertje heb ik toch in de prullenbak. Echt super lekker zijn deze van de M&M's. Chocoladerepen, die zijn nieuw. En ik heb de groene gehaald.
Je hebt ook zeg maar de blauwe, dat is met scunchie of zo, scunchie smaak. Beetje van dat deenachtig scunchie chocoladereep. En je hebt ook zeg maar de gele, heb ik dat goed? Ja, gele met nootjes. En je hebt hazelnoot met lekker vulling. Dat is deze, dit is hazelnoot. En je hebt een gewone chocolade met smatties. Maar die vind ik niet zo lekker, die gewone melkchocolade met smatties. Dus ja, deze, die ga ik zo meteen lekker even opeten bij de thee. Ik heb toch langer uitlaat gedaan met de hond. En ik heb gymnastiek oefenen al gedaan, zocht het. En even denken, wat heb ik nog meer gedaan? Gefietst naar de winkel, dus dan mag ik wel even wat lekkers hebben. En vanochtend een stevig ontbijt gehad, dus helemaal goed. Dus dat heb ik allemaal bij de kruidvat gehaald. Nu ga ik naar de ethos. En bij de ethos heb ik maar één dingetje gehaald. Dat is al netjes ingepakt. Ook van mijn neefjes verjaardag. Een zwitsalgeurtje. Hij houdt ook heel erg van zwitsal. Hij weet niet heel veel van ik vind dit leuk of zo. Maar hij, ja, zwitsal is altijd lekker voor de kleine kindjes. Dus die heb ik ook gehaald voor zijn verjaardag. En ik zag laatst ook dat hij een zwitsalgeurtje had. Mijn broer die had hem toe voor hem gekocht. En mijn schoonzus en mijn broer die hadden dit zwitsalgeurtje ook voor hem. Dus die heb ik ook gehaald. Dus dat komt ook wel goed uit. Komt altijd wel goed van pas. Ik heb liever dat ik iets haal waar ze wat aan hebben. Zoals die Toet-Toet auto. Daar speelt hij lekker mee en zo. En een geurtje. En dan doe ik er nog wat geld bij. Dus dan kunnen ze zelf ook nog wat halen voor mijn neefje. En met kerstmis heb ik ook al een cadeaubon gegeven van de Hema voor 20 euro. Dus dit is helemaal mooi, jongens. Helemaal mooi. Dus deze heb ik bij de ethos gehaald. En dan heb ik bij die grens ook nog wat gehaald. Maar daar heb ik niet zo heel veel gehaald. Daar heb ik alleen een Zwitsal waszeep gehaald. Oh nee, niet waszeep. Slaapzacht, bad en waschel. Dus dat komt ook altijd wel goed van pas. Voor onder de douche of zo. En ze kunnen zelf kiezen als ze deze zeg maar voor thuis willen hebben. Of bij mijn moeder. Want op de dinsdags komt hij altijd bij mijn moeder. En dan blijft hij tot woensdag spelen en slapen dus. Dus dat is wel gezellig. Dus dat kunnen hun zelf beslissen als ze dat bij mijn moeder gebruiken of bij hun zelf gewoon thuis. Dus deze heb ik gehaald. Deze kostte trouwens 2 euro bij die grenzen. Echt super goedkoop. Bij de kruidvat betaal je volgens mij 6 euro voor zo'n tube of zo. En deze is best wel groot. Deze is 400 milliliter, dus ik kan er mooi lang mee doen. Dus ja. Mooi, mooi. Zwitsal is altijd wel lekker. Ik vind het voor mezelf ook eigenlijk wel lekker. En verder heb ik niks gekocht. Gelukkig. Ik vind het altijd wel verleidend als je naar de winkel gaat. Vooral naar de kruidvat, die grenzen. Dat soort winkels, ethos en zo. Daar hebben ze altijd best wel mooie dingetjes en zo. En dan kan je het haast niet laten liggen. Dus ja. Maar dit was mijn shoppelog en laten we verder gaan met de vlog. Nou, wat ga ik nog verder eigenlijk doen? Niet zo heel veel. Ik ga denk ik een beetje tv kijken en zo. Een beetje op mijn laptop Sims 4 spelen. Ben ik helemaal verslaafd aan. Nou, niet helemaal verslaafd aan. Ik speel het meestal in het weekend. Middagje of zo. Tot van 2 tot 4 of 5. Tot het avondeten. En dan ga ik lekker tv kijken en zo. Dus ja, dan moet ik nog een paar dingen terugkijken. Dus dat ga ik ook nog doen. En het is een beetje saai om nog verder te gaan filmen voor jullie. Ik wil alleen een leuke momenten filmen. Vooral nu in de coronatijd is het lastig om zeg maar te gaan vloggen. Want mijn beelden worden toch altijd hetzelfde. Zeg maar opstaan. Aankleden. Wassen, tanden poetsen, eten,
hond uitlaten, tv kijken, op de laptop, op WhatsApp, op mijn mobiel. Ja, dat is WhatsApp op mijn mobiel dus. En dan weer douchen of zo. Gezichtsmasker opdoen. Wat dan ook. Slaapkamer opruimen. Dus ja. Heb ik nog zin om verder te filmen? Eigenlijk heeft het genet. Ik wil alleen de leuke momenten filmen voor jullie. Dus dat doe ik gewoon. Dus ik hoop dat jullie deze video, soort van een korte vlogje, leuk vonden. Plus shoplog, leuk vonden. Zo ja. Dikke blauwe duim omhoog. En die gaan we net op dit kanaal. Vergeet dan zeker niet te abonneren. Als je nog niet geabonneerd hebt. En dan op het belletje klikken. Blijf op de hoogte van mijn video's. En dan zeg ik, tot de volgende video.